netjes in het gareel lopen, die term ken ik al heel lang, niet wetende dat dit is officieel heet een gareel. Nou ja, goed, ik ben dus nooit oud om te leren. Het is wel een nuance in het gareel blijven of in het gareel lopen. Bij dieren, bij paarden, is dit onderdeel van het tuig, het gareel, een heel belangrijk en heel efficiënt middel om de kracht van het paard geleidelijk over te brengen naar het voertuig. Dus optimaal gebruik maken van de kracht van het paard. En de metafoor in mijn leven, in mijn werk, is natuurlijk ook, loop ik in het gareel omdat ik het niet durf om ergens anders te zijn? Of gebruik ik het juist om mijn krachten om te zetten in een emotioneel volwassen leven? In het gareel lopen. Dus herken jij je eigen gareel? En zie je dat je jezelf soms dwingt om in het gareel te lopen? Of maak je juist gebruik van de eigenschappen van dit onderdeel van je eigen tuigje in het leven, om je volledige levenspad te lopen? Dat is de vraag. Kan je dat onderscheid zien?